kooksnuiven, dwergen werpen en leeuwen loslaten in het kantoor. Volgens de Wolf of Wall Street is Wall Street in New York een behoorlijk boeiende werkplek, maar dat is nog niks in vergelijking met het 14e-eeuwse Vlaanderen. Geen loesje aandelen, maar lakens waren toen hot shit om te hosselen voor dikke doekoe. Om te beginnen hadden we in West-Vlaanderen massa's veel schapen staan voor wol om lakens van te maken. Daarnaast hadden we massa's goede toegang tot de wereld dankzij de haven aan de Schelde en kwam iedereen naar Vlaanderen met massa's vloes in hun zakken om aan handel te doen. De hotspot voor die handel was de Lakenhalle in Ieper, een gebouw dat er nu nog altijd staat. Alleen is de toren niet meer in goud. Dat was toen nog wel zo. The fuck. Om maar te zeggen dat Vlaanderen dankzij zijn schapen, havens en lakens kon uitgroeien tot het Wall Street van de middeleeuwen. Wedden dat ze ook toen deden aan